Vrienden, ja, het spookt maar in mijn hoofd, de hele tijd maar weer. Het verhaal over Marco Borsato, ja, en voor alle duidelijkheid, ik ga het hier niet voor hem opnemen. Nee, dat we daar geen misverstanden over hebben, hè. Maar ik wil wel gaan voor eerlijkheid en voor, jongens, gaan we niet te hard voor de muziek uit, want daar lijkt het een beetje op. Hebben jullie gezien wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tijd rond Marco Borsato? Dus een hele grote foto, ja, in een winkelcentrum in Alkmaar is gewoon weggehaald. Woep, weg Marco Borsato. Ja, muziek van Marco Borsato wordt niet meer gedraaid op de Nederlandse radio. Hup, van de ene dag op de ander was Marco Borsato helemaal klaar. Hé, vrienden, er is nog geen enkele veroordeling geweest. En daarom zeg ik, lopen we niet veel en veel te hard voor de muziek uit. En krijgen we niet opeens een enorme veroordeling van heel Nederland. Terwijl we nog niet eens zeker weten of het allemaal zo is. Dat is gewoon mijn punt. En misschien heeft Marco het waarschijnlijk allemaal wel gedaan. Dat weten we nog niet zeker, hè. Vandaar. Madame Tussaud. Ja, daar is ook Marco helemaal verdwenen en weggehaald. Klaar. Wat denk je van de Gelderdom? Ook nog eens een keer. Daar hadden ze twee grote tegels van Marco Borsato. Want, oh, die Gelderdom waren zo gelukkig met Marco Borsato. Dat was hun held. En weg. Plakaten afgeplakt, ook in de Gelderdom. Het lijkt, vrienden, het lijkt wel of alsof hij Saddam Hussein is. Weet je dat nog, Saddam Hussein? Er werden al die beelden en alles wat maar op Saddam Hussein leek, dat werd allemaal weggehaald en neergetrokken. En dat is er nu al een beetje aan de hand met Marco Borsato. Terwijl er nog helemaal niks echt bekend is. Geen enkele veroordeling. Dus daarom, vrienden, wil ik tegen iedereen zeggen, hey, rustig aan een beetje. Loop niet te hard voor de muziek uit.